Zo, ik ga met Margriet op buitenrit en Famke natuurlijk. Kroon staat hier in de box al gezadeld. Ik moet alleen nog even het hoofdstelletje omdoen en mijn laars aandoen en dan gaan we. Ik neem jullie mee met de kroppen. Margriet is er, dus ze komen ophalen, dus we gaan. Dag Tess, vergeet je mijn boetstest in de tas niet even weg te zetten. Doei! Dank je kind. Familie 1 tester, daar die kleintjes, moest even de weg over. Ja, spannend is erover, het alles spannend. Knip het hier ook? Ja. Gelukkig, begin het te snappen. En dan mag je ernaast, lekker zat. Maar, nee, ga het echt niet doen? Nee, echt niet. Koen vindt ze heel raar. Maar het is zo raar. Het is gewoon een lelijke koe. Meer niet hoor. Ik zou voor de bomen stoppen, want ik hoor er ademhaling al versnellen. Heel veel versnellen. Dan maar tot de bomen. Ze rijdt wel lekker. Ik heb ook wel het idee dat ze daar de zin heeft. Het is ook belangrijk. Ja, het is ook wel lekker. Maar ja, ik moet wel aan haar buikje denken. En aan haar conditie. En aan haar pezen, weet ik veel allemaal. Zo, meisje. Ja, goed. Goed zo. Lekker. Ja. Goed zo. Margriet is vreemd gegaan samen met Nicole en toen hebben ze bij de surfplas een pad ontdekt. Dus nu mag ik ook genieten van deze nieuwe route. Ik vind het wel heel gaaf. Het is wel echt zo'n pad waar je keihard overheen kan. Maar we hebben net heel hard gegalopeerd, nou ja heel hard, redelijk hard gegalopeerd. En Veronica is behoorlijk nat, dus ze moet nu even stappen. Anders dan is ze straks helemaal kapot. Dat moeten we niet hebben. Hé, lekker meisje. Ja. Dan gaat het water in. Het waait, dus waarschijnlijk horen jullie me niet eens. Maar dat geeft niet. Dat is lang geleden, vrouw. Het is ook nog wild water vandaag. Oeh. Roos zit ook te kijken, wel even serieus. Het lampenkamp effect. Hier, Vroon, krijg je ook water. Ik help je wel. Ja! Ik doe mijn best. Het is altijd het leuke met Famke. Die denkt altijd dat we te weinig water hebben. En je mag het niet drinken, vrouw. Ik snap dat dat wel aangenaam lijkt, maar dat doen we maar niet. Ah,
Nou, dus pootje baaien dan maar, hè. De rest van het water mogen we niet in. Het is namelijk van april tot oktober verboden voor de paardjes en de hondjes, heeft Margriet net uitgelegd. Nou, daar staan we dan. Gompie, gompie. Ik zeg, gompie heeft geen zin. Deze ook niet. Wat een watjes. We zijn alweer op de terugweg. Dat was wel leuk. We hebben ook goed gegalopeerd. Misschien het laatste stukje nog even zo meteen. Hè, paard? Kan je wel, hè? Ja. Het is weer opgedroogd. Het kan wel weer. Ja. Volgens mij is het ook wel happy aan het zijn zo buiten. Hè, paard? Dat dat nog eens zou gebeuren. Dat jij gewoon happy zou worden van een buitenrit. Moet niet gekker worden. Zelfs van die. Nou ja, van is altijd blij buiten. Maakt niet uit wat je doet. Als je maar wat doet. Ja. Even stappen. Hoor jij twee hoefijzers? Nee. Dacht ik al. Daar is een klein plek, hè? Ik denk daar. Kijk uit de manier op de fiets die je nu gewoon. Nou, ze maakt een rare beweging. Dus ik denk even luisteren. Ja, het is maar een heel klein stukje, want ik voel nu wat gelijk. Ja, ik zie hem er echt af onder. Oh, sorry. Ja, maar ik hoorde het. Ik voelde het. Nou, zo ver terug is het denk ik niet eens. Nou zeg, in die paar meter, dan moet je hem toch kunnen vinden? Dit is echt een paar meter. Nee ja, ik moet even kijken schat, dat is niet zo moeilijk. Als ik eraf ga, dan kom ik er weer niet zo makkelijk op. Kom. Raad. Dan stap je in je eigen ijzer, dat vind ik ook niet zo goed idee. Nou, dit is toch echt nat, vind je? Een paar meter. Oh, je hebt hem! Het goede nieuws is: alle ijzers zijn er, alle nagels zijn eruit gehaald. En alle nagels zitten hierin. En ze zitten allemaal aan. Nou, perfect. Oké, dankjewel. Ik zal Jeroen wel even zeggen dat hij hem weer op moet zetten. Oh. Hey, oh. Nou, ja. Ja, precies. Wel belangrijk. Geld. Nou, de geld maakt me niet uit, maar ik zou het echt rot vinden als er een ander paard er gewoon van raakt. Ja, maar dan hoef maar iemand verkeerd tegenaan te klingelen of weet ik wat en je bent een lul. Oh, wacht even, ik haal de ijzer. Lukt dat? Ik werk er niet te doen. Oeh. Ja, maar dan kan ik ze in mijn zak steken. Dan kan ik ze ook niet kwijtraken. Ik kan nu nog een stukje dragen en zo. Zo gevoelig is zij nou ook weer niet. Neem ik niet het zand op, want dan wat? Dan gaat heel hard. Ja, meer zo hard ga je nou ook niet dan toch? Die kan wel ietsje bij jou. Dat wat daar is heel moeilijk. Ja, nou, dat moet je niet doen. Dus kunnen we beter weer langs de spoor terug. Oké. Daar zit niet de Pini González
vraag. We zijn weer terug. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als je een leuke video vond, doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zie je graag in de volgende video. Doei! Kroon kijkt nog even blij. Zeg maar dag!